dat de vlaggen bij het Philips-kantoor op de Bosdijk dinsdagochtend gestreken werden, had niets te maken met het nieuws dat het concern bekend maakte, maar met het bezoek dat de Cubaanse ambassadeur later die dag zou brengen. Philips maakte dinsdagochtend bekend het bedrijf te willen splitsen in twee aparte bedrijfsonderdelen. De divisie Lighting wordt ondergebracht in een aparte, zelfstandige divisie. Consumer Lifestyle en Healthcare worden gebundeld in Health Tech. Chris Paulussen, hoofdopinie van het idee over deze splitsing. Eerst was er licht, toen kwam de radio, daarna televisie, alle andere activiteiten daaromheen. En nu gaan ze afscheid nemen van hun wortels. En dat is, dat is toch wel een hele bijzondere gebeurtenis natuurlijk. En het idee daarachter is, tenminste ze wordt naar buiten gebracht, meer focus. Hè, dat als licht zich echt met licht kan bezighouden, tegenwoordig ledverlichting, dan die meer focus, dat moet tot betere marktposities leiden. En de vraag is of die focus waar Philips van zegt van, dat tot betere resultaten moet leiden, of dat echt zo is en of dat ook wel het enige argument is om het te doen. Want een ander argument is ongetwijfeld dat meer focus, dat zien ook graag de aandeelhouders, de analisten op de aandelenmarkten, want die moeten die bedrijven beoordelen en vervolgens er waarde aan toekennen. En het is altijd lastig voor analisten om een bedrijf te waarderen als er heel verschillende activiteiten in zitten. Dus die aandeelhouders, die analisten, die pushen bedrijven ook wel tot dit soort opsplitsingen, omdat ze dan heel makkelijk een bedrijf kunnen beoordelen in zijn markt, hè. Licht in de lichtmarkt, healthcare in de healthcare-markt. Ja, zo wordt Philips eigenlijk steeds kleiner. Na de crisis in begin jaren 90 hè, is Philips wel financieel gezond gemaakt. Maar waar dat bedrijf nou mee verder moet, waar het voor staat, dat is een continue worsteling hè, waar nog steeds geen einde aan is gekomen. En dat zie je ook aan de omvang van het bedrijf. Want Philips is wel financieel gezond geworden, maar Philips heeft zich eigenlijk gezond gekrompen. Hè. Ze hebben door heel veel reorganisaties, er zijn heel veel arbeidsplaatsen verdwenen. Hè. Ooit had Philips 400.000 mensen in dienst, nu zijn het er nog ruim 100.000. Het aantal activiteiten is geslonken, de omzet is eigenlijk nog steeds onder het niveau van pakweg begin jaren, halverwege jaren 80 zo ongeveer. Dus een gezond groeiend bedrijf is Philips niet. En nu proberen ze weer iets te forceren door deze opsplitsing. En het is de vraag of dat gaat lukken. Zijn er al consequenties te trekken wat dat hier in de regio voor gevolgen zou hebben? Ja, dat is heel lastig. Hè. Kijk, je mag verwachten dat het hoofdkantoor van de lichtdivisie, die dan apart wordt gezet, komt de lichtconcern, dat in Eindhoven gevestigd zal worden. Het hoofdkantoor van Philips staat al in Amsterdam. Als de nadruk nog meer op gezondheidszorg komt te liggen, op healthcare, dan is het niet onwaarschijnlijk dat andere Philips, zeg maar, naast licht, dat zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten krijgt. De vraag is natuurlijk ook wat het voor consequenties heeft voor research, hè, voor de high-tech campus. Kijk, de kracht van zo'n bedrijf als Philips, die zit toch in de som van de delen. Daar moet het in zitten. Een gezamenlijke merknaam, hè, dat je een sterke merknaam hebt waaronder je verschillende producten wereldwijd kunt verkopen. Maar ook schaalgrootte, waardoor je een enorm researchapparaat op de been kunt houden. En ik denk dat Philips er onvoldoende in slaagt om de kracht van die gezamenlijkheid, om die goed te benutten. En dat ze daarom maar opsplitsen. Maar het komt dus eigenlijk voort uit zwakte.